Welkom, goedenavond. Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond in De Waag in Amsterdam interviewen wij nieuwe en oude vrienden. Oscar Kneppers, welkom. Het is al bijna 3 jaar geleden dat je bij ons aan tafel zat om te gaan vertellen over Rockstart. Want 23 maart is dat 3 jaar geleden. Ja. En ineens gaandeweg kwam ik erachter, maar 20 jaar geleden heb ik je ook gesproken. Ja. We hebben een lange geschiedenis. Daar komen we straks misschien nog op. Laten we even bij Rockstart beginnen. Deze week werd bekend dat jullie voor de start-ups die in jullie Accelerator-programma zitten totaal 15 miljoen aan investeringen hebben opgehaald. Ja. Als we nu even naar 3 jaar terugkijken, is dat een beetje is dat volgens planning? Je plant natuurlijk niet hoeveel je ophaalt. Je plant alleen wel dat bedrijven het goed doen en dat ze geld ophalen. Want onze belofte toen was en nog steeds is dat wij start-ups in een periode van, dat was toen nog 100 dagen, dat wordt binnenkort 150 dagen, investor ready maken. En dat betekent dat ze klaar zijn voor vervolgfinanciering. En nu terugkijkende naar 4 programma's zien we dat aantal bedrijven die ook in die eerste batch hadden, waar we toen bijna mee begonnen in maart 2012... heeft serieus geld opgehaald. PeerB zit daar onder andere in, mm-hmm. Werken. En een jaar later was dat 3D Hubs. En die hebben alleen al in oktober dikke 9 miljoen dollar opgehaald. Of bijna 10 miljoen dollar, dikke 9 miljoen euro. Pak een beet. Dus nu begint het vrucht af te werpen. Dus ja. Dat is leuk als we nu terugkijken dat je in 2,5 jaar tijd... want toen begonnen we net aan het eerste programma, nu we er 4 op zitten. Ja, dat het werkt. Ja, daarmee wordt ook jullie programma gelijk toch ook wel als gewoon succesvol neergezet. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat overal terug te lezen. Ja. Wat is het geheim en waarin onderscheiden jullie je ook van al die andere accelerator programma's? Want er zijn er natuurlijk heel veel. Er zijn wereldwijd een heel veel accelerator programma's. In Nederland zijn er eigenlijk maar 2 die ertoe doen. En al die programma's, ook wereldwijd, lijken min of meer op elkaar. Dus ze doen allemaal een soort kleine investering tussen de 15 en de 25.000 dollar of euro. Heel veel mentorship eromheen en maken die bedrijven investor ready. En hebben dan ergens tussen, laten we zeggen, tussen de 5 en de 15%. Wij hebben 8% zoals de meeste. Dus in zekere zin lijken ze allemaal op elkaar. En is het een kwestie van smaak of kleur waar je van houdt. En Rockstart is meer start-up, net als de start-ups. We zijn van de straat, net als de start-ups. En dat is ons onderscheid. We hebben geen pakken met zwarte t-shirts, een beetje die grap. Maar we zijn succesvol. Maar eigenlijk zou je kunnen kijken, als je nu ziet dat onze collega's hier in Amsterdam, Startup Bootcamp, die hebben zo'n beetje hetzelfde hoeveelheid geld opgehaald. Iets meer geloof ik zelfs. In een vergelijkbare periode, maar dan met wat meer bedrijven. Ja, dus kortom, Nederland is echt wel iets aan het produceren. En dat is natuurlijk in de week waarin Nelly is aangewezen als ambassadeur best grappig om te zien dat het allemaal zo kort achter elkaar ineens lucht op in de af te werken. Ja, want wij nemen altijd vragen mee van mensen die meekijken. En Herman van der Beek, die zei al voordat we begonnen waren, ik vraag het maar vast, wat vindt Oscar van de aanstelling van Nelly Kroes? Ja, te gek. Dat is hartstikke fijn. Ja, het is een teken dat het heel serieus wordt genomen. Kijk, Nelly heeft natuurlijk, het belangrijkste van Nelly is niet zozeer wat ze weet, als wel dat ze weet wie ze moet bellen. Ja. Nou ja, dat is wat je nodig hebt. Dus je hebt gewicht nodig. En ik denk dat wij in Amsterdam heel erg geprobeerd hebben de afgelopen jaren om start-ups soort zichtbaar te maken, op de kaart te zetten, naar al die woorden. En dat begon aardig te lukken, hè, zoals je de resultaten van daarnet besprak. Wat nu lollig is, is dat je... Kijk, je hebt nog steeds wel het gevoel als je met start-ups bezig bent of over start-ups praat en met investeerders praat over start-up investeringen, dat het dan een soort leuke hobby is van een paar hipsters op de gracht met baardjes en MacBooks die met koffie rondlopen. Nou ja, en nu heb je eigenlijk met iemand als Nelly Kroes, die echt serieus de gewicht achter hoort en haar hele netwerk en haar geloofwaardigheid en haar internationale bekendheid, dat het gewoon makkelijker wordt voor die start-ups om... Ja, hallo, wij zijn een start-up uit Nederland. Geld op te halen, groeien. Ik wist niet wat ik meemaakte 2 weken geleden toen ik op TEDx was. En Nelly sprak daar. Ja. En die ging dit ook vertellen. Ja. Wat dan de afgelopen dagen in de krant stond. En die kreeg bijna een staande ovatie van alle jonge mensen in de zaal. Ja, dat zei dat. Dacht ik, wat is nou de grand dame, hè? Wat is nou de laatste? Weet je, dat is toch wel vrij bijzonder dat zeg maar een bejaarde VVD-politica, weet je wel, in een soort jonge generatie natuurlijk. Ja, nou ja, 73 is, hè, begrijp je? Ja, het is natuurlijk als je nou zegt, hè, ze is 73, politica, VVD. Nou, dat is
Dat is even... oude garde. Ja. En wij start-up ondernemers en alles wat ermee samenhangt, en internet, de hele revolutie, zeg maar, die hebben zich altijd het gevoel dat een soort subcultuur die steeds meer naar de oppervlakte kwam. En dit is natuurlijk de omarming van de oud en nieuw. En vooral ja, dat, daarom vond ik het zo bijzonder. Ja, en natuurlijk neigt de traditioneel, denk ik, de start-up cultuur ook wat meer naar het progressieve en wat minder naar het conservatieve VVD-gedachtegoed. Ja. Dus dat vond ik ook wel grappig. Hey, goede move. Ja. Ik was vergeten dat zij VVD is, maar inderdaad. Dat bedoel ik. Goede move, weet je wel. Het is gewoon, het gaat over ondernemerschap. Wat ik ook interessant vind, is dat 3 jaar geleden, en dat was eigenlijk met iedereen die wij toen aan tafel hadden, als het ging over het start-up klimaat in Nederland, werd er geklaagd. Het was lastig en ingewikkeld. En je kon beter naar Amerika gaan, want Nederland was, de cultuur was niet goed en de wetgeving en er werd niks gedaan. Ik heb het idee dat dat in 3 jaar tijd behoorlijk veranderd is. Het lijkt wel het echte klimaat. Weet je, in Nederland regent het, het is koud en je kan beter op de Cariben zitten. Want als het lekker weer en dan kun je elke dag duiken. Ja, nou, dan moet je daar gaan wonen. En ik denk dat het met alle klimaat zo is. Je moet ergens wat van maken. Ik woon toevallig hier. Ik had misschien beter in Silicon Valley kunnen zitten. Maar ja, ik woon hier. Ik doe alles op de fiets. Ik was net op tijd om de plek in te nemen. Weet je, er gebeurt hier van alles. Dus ja. Je zou kunnen zeggen, je moet er iets van maken waar je bent. En of je nou in IJsland zit of in Helsinki. Oké, dat is duidelijk. Is het klimaat ook verbeterd afgelopen jaar? Absoluut. Je ziet nu dat vervolginvesteringen makkelijker worden voor start-ups. Het is makkelijker, goedkoper dan ooit, laagdrempeliger en ook wel zinvoller dan ooit om een bedrijf te beginnen. Dus waarom zou je het niet doen? Eigenlijk is het een serieuze optie geworden nadat je of school hebt gedaan of een carrière bent begonnen om een bedrijf te beginnen. Ik vind het klimaat altijd goed geweest. Weet je wel? Ik heb, dit is mezelf mijn derde bedrijf. Ik heb altijd op in ieder geval op tijd geld kunnen vinden om niet dood te gaan. En daardoor mijn bedrijven kunnen bouwen. En dat niet dezelfde type financiering is geweest als Facebook. Ja, wat doet dat dan uit? Als je gaat vergelijken, dan kun je nooit ophouden. Dus ik ben altijd optimistisch geweest. Alleen nu helpt het wel dat ineens de aandacht een soort mainstream wordt. Nou ja, dat helpt de grote zaak van het ondernemerschap. Hey Tony van Ringelenstein, jou wel bekend, ons wel bekend, journalist. Ja. Kijk mee en even, ik wil hem graag eventjes aan quotes helpen voor een stukje wat hij hier wellicht over kan schrijven. Dus even nog terug bij René de Kroes. Hij zegt, zij als boegbeeld, is dat een goed idee? Ja, boegbeeld, zij is één van de boegbeelden. Er zijn een heleboel mensen die iets betekenen voor die hele start-up cultuur en opkomst. En dat zij makkelijker aan tafel te krijgen is bij grote ondernemingen, regeringen en andere landen. Ja, dat is een makkelijker verhaal dan voor mij. Dus ja, dat is natuurlijk goed. Dat is fijn. Ja, en ook een andere vraag van Rick van der Valk. Vanuit jouw ervaring de afgelopen 3 jaar zou je daar denk ik wat over moeten kunnen zeggen. Hij vraagt, wat is de impact van het start-up visum op de ontwikkelingen voor Rockstar? Even toelichten, het is bekendgemaakt dat als onderdeel van het programma wat nu opgezet wordt, dat buitenlandse jonge ondernemers die een start-up willen beginnen makkelijker voor 1 jaar een visum kunnen krijgen. Ja. Wat is de impact daarvan? Ja, dat is een grote impact. Want eigenlijk staat het los van die benoeming van Nelly. Alleen het valt toevallig samen. De implementatie in januari valt samen met haar aanstelling. Maar hier zijn we al meer dan 1 jaar over aan het praten met Rockstart, Startup Bootcamp, Justitie, EZ, Binnenlandse Zaken, Expat Center. Iedereen bij elkaar, altijd gesproken over wat is er nou nodig. Want in de tijd dat wij de eerste keer over Rockstart spraken, 2,5 jaar geleden, was het nog zo dat een bedrijf kwam bij Rockstart voor de selectiedagen. Werd er geselecteerd en dan zouden ze 3,5-4 maanden later een demo day hebben. Dan kon het gebeuren dat een bedrijf uit Brazilië, niet EU, voor demo day terug moest naar Brazilië. Om de eenvoudigheden dat ze geen visum hadden, maar een toeristenvisum. Dus ze moesten voordat het echte werk zou beginnen, ze moesten ze terug. De impact van dat nieuwe start-up visum is dat een ondernemer nu 1 jaar de tijd heeft, als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, ze moeten bij een echte accelerator zit of anderszins erkend worden, een aantal labels voldoen, allemaal heel erg overzichtelijk overigens, hebben ze 1 jaar de tijd om zich te bewijzen, mee te draaien, et cetera. En ja, de volgende stap is eigenlijk, als je dus makkelijker buitenlandse ondernemers hier naartoe kan halen die langer de tijd hebben, dus meer tijd hebben, ook niet meer zichzelf €40.000 hoeven uit te betalen, maar veel minder als ze dat vinden, want dat was ook een van de problemen. Dan moest je, als je buitenland hier vestigde, moest je zelf relatief hoog salaris betalen, dat is ook niet meer. Een ander ding is, wat u nog zou kunnen veranderen, is dat je ook een start-up status zou krijgen, dat je ook ontwikkelaars, dat je developers en designers
uit allerlei buitenlanden kan halen, ja, die ook niet na 3 maanden weg moet. Ja, wat ik nog wel grappig vond, ik had het vandaag met iemand over, die zei, waar is dat nou eigenlijk allemaal voor nodig? Kijk, die start-up programma's zijn leuk, dat je Nederlandse start-ups wil stimuleren. En, maar waarom eigenlijk die focus op het naar Nederland halen van buitenlandse ondernemers? Nou, ik denk dat alles waarmee je activiteit vermeerdert, is gunstig. Als Hollywood een slot op de deur had gedaan van ja, we moeten de Amerikaanse filmindustrie een beetje beschermen, dus laten we buitenlandse acteurs vooral een beetje daar laten. En dan was het nooit Hollywood geworden, net als Silicon Valley. Dus ik denk dat je, het hoeft niet ongebreideld te zijn, maar je wil de deuren openzetten voor talent. En als talent talent kan vinden en ze kunnen samen verder bouwen, ja, dat is alleen gunstig. Dus hoe meer mensen, ik heb echt, dit is de tijd voor een soort ander geluid van zet de deuren wagenwijd open voor internationaal talent. Hoe meer, hoe beter. Daar hebben we echt veel plezier van. Bert de Boer vraagt, die zegt als je 2 dynamische start-up perioden vergelijkt, dus rond 2000 zegt hij en nu, is er een verschil, is zijn vraag. Maar hij zegt ook, je ziet nu weer de big valuations. Je zou kunnen zeggen, dus ik neem aan dat hij daarmee impliceert, zit er weer een bubbel aan te komen. Maar laten we even bij het begin beginnen. Zie jij overeenkomsten verschillen? Ja, ik heb die periode ook heel bewust meegemaakt. Het belangrijkste verschil is dat er destijds hebben we, zeg maar, wij de internetindustrie een aantal projecties gedaan op de toekomst. Van we denken dat mobiel en online en breedband, et cetera, deze hoeveelheden gaat bereiken. En dat werd toen als overdreven beschouwd. Vervolgens kwamen, zou je kunnen zeggen, de verkeerde mensen met de verkeerde redenen erbij om snel daar geld uit te halen. Nou, dat heeft voor een soort vervelende bubbel gezorgd. Maar uiteindelijk hebben we een paar jaar later, kon je dat terugzien, al die projecties ver overtroffen. Dus het grote verschil is dat het toen opgeblazen gebakken lucht leek. En bleek uiteindelijk dat statistisch gezien eigenlijk heel erg veel beter is gegaan dan we verwachten. Die lesje in nederigheid, dat lesje in nederigheid wat we allemaal hebben gehad, heeft geholpen om een soort wat realistischer. Er zitten niet nu al die wannabes bij die er destijds potje van maakten. Ik denk dat er nu gewoon veel meer ondernemerschap is. Veel meer echte dingen worden gebouwd. En dat er hier en daar, kijk, Oké, de overname van Instagram of andere van WhatsApp lijkt overdreven, maar in hindsight kun je zien dat bijna al die overnames voor die bedragen over het algemeen gewoon kloppen. Ja. De overname van YouTube, destijds door Google, als je nu kijkt wat voor een fenomeen het is. Ja. Ongelooflijk. Ja, even een vraag van Herm van Beek, van der Beek, sorry. Sluit aan, wij zaten een paar weken geleden, waren we te gast in Eindhoven bij jullie collega's van Startup Bootcamp, die in Eindhoven natuurlijk een programma hebben draaien. Ja. En het viel ons ook enorm op, dat focus toch vooral op hardware. Ja. Terwijl in Amsterdam traditioneel wat meer de software en internet-app ontwikkelingen zitten. En de vraag van Herm is eigenlijk, Startup Bootcamp zit nu in Eindhoven, gaan jullie dat ook doen? We gaan ook naar Eindhoven, alleen toevallig zit ik er vrijdag weer. Niet om een hardware accelerator te doen, maar misschien ook niet eens een accelerator. Maar we zien wel dat Eindhoven heeft een unieke combinatie van echt high-tech, een soort super verrijkte high-tech met een hele rijke creatieve industrie en een soort stad in opkomst. En heel veel goede industriële ruimte. En daarvan hebben wij gezegd, van, nou, Rockstar Spaces zou daar heel goed werken. En we hebben een plek gevonden midden in de stad waarvan we denken, dat zou heel goed werken. Dus dat zou van ons Eindhoven zijn. Vind je het interessant als in de zin van complementair op wat in Amsterdam op je afkomt? Ja. Want het viel ons echt op, hè? In Eindhoven. Ja. We hadden allemaal mensen aan tafel die waren toch met echte, harde technologische innovatie bezig. Ja. Ik vond het heel interessant. Eindhoven heeft gewoon een unieke blend van een aantal dingen die we hier niet hebben. Hier hebben we een hele rijke creatieve industrie en heel erg internationaal. Nationaal en veel expert andere invloeden en veel combinatie met grote bedrijven. Het voordeel van Eindhoven heb je en een hele rijke historie van industrieel, echte, serieuze, goede creatieve industrie met de Design Academy en high-tech. Dus die combinatie is uniek. Maar wij gaan bijvoorbeeld naar Nijmegen, gaan we een Digital Health Accelerator doen. Nou, dan zou je zeggen, Nijmegen, hoe? Nou ja, daar zit in Nijmegen. Daar zit wel veel talent, veel Radboud. Geld, Radboud, dus ontzettend veel innovatie. En een enorme ambitie van die regio om daar wat van te maken. En Eindhoven heeft natuurlijk heel goed, heel lang Brainport als regio gepromoot. Nou, dat werpt zijn vrucht af. Tony van Ingelstein nogmaals vraagt, wat is je favoriete Nederlandse start-up die niet bij Rockstart zit? Ja, dat is tricky. Dat had hij meer dan moeten vragen, had ik erover na kunnen denken. Je mag er straks even op terugkomen. Ja. Maar je noemt nu voorbeelden van wat je hier aan het doen zijn. Maar volgens mij zag ik een van onze
Ook gasten van Topnames voor de VVD en de gemeenteraad die nu naar welk land is het ook weer waar jullie eens aan het opstarten zijn? Want je bent ook internationaal juist. Ja. Aan de ene kant ben je in Nederland bezig, tegelijkertijd ben je internationaal aan het groeien. Wat zijn je ambities op dat terrein en wat ben je nu aan het doen? We zijn een aantal dingen aan het doen. Ik ben net terug uit Manila en Singapore. In Singapore willen we een Rockstar Hub opzetten zoals we dat in Amsterdam doen en ook in Bogota, Colombia. Dus die drie tijdzones hebben gedefinieerd. Vandaar moeten we een soort primary rockstar hubs hebben. Dus de Amerika's, Zuid-Amerika, Amsterdam, Europa en Zuidoost-Azië. En ik was in Manila. Is het een rare vraag om te vragen, waarom dan Manila en Colombia? Manila was toevallig, ik was daar om te spreken op een social enterprise conferentie over impact investing. En toen dacht ik, dus dichtbij Singapore. En we hebben iemand bij Rockstar werken die van Talpa afkomt. Nicky Koopman, die nu voor ons internationaal doet. En die had gezegd, als we naar Zuid-Amerika gaan, kunnen we het beste na heel onderzoek gedaan hebben naar Colombia gaan en Zuidoost-Azië naar Singapore. Okay. Heeft daar een partner gevonden. Dus toen ik eenmaal in Manila was, dacht ik, een paar uur vliegen, $200, ik vlieg er naartoe. Dan heb ik een paar mensen ontmoet en inmiddels wel. Nee, Singapore snap ik, maar dan Colombia. Ja, goeie. We dachten oorspronkelijk Zuid-Amerika, want we wilden niet van Zuid-Amerika. We wilden 24 uur accelerations kunnen overzien. São Paulo. Precies. Iedereen, als je onderzoek doet naar Brazilië, zegt iedereen Brazilië, traag, gesloten, bureaucratisch. En als je geld verdient in Brazilië, krijg je het land niet uit. Ja. Het nadeel van onze business is, als je een licentie gaat doen in een buitenland, is nou juist het hele principe dat je het geld het land uitkrijgt en niet nalaat. Er is veel ambitie in Colombia. Het is een relatief stabiel land. Anders dan Argentinië bijvoorbeeld. Ja, zolang je die jungle niet ingaat, geloof ik. En dan zeiden mensen of Chili of Colombia. We hebben toevallig connecties met Colombia, omdat Don Ritsens vrouw daar vandaan komt. Dus we wisten ook iets meer van het land. En toen dachten we, we worden dat. Ja, okay. En nu is het gewoon de juiste partner vinden. Die hebben we denk ik gevonden en dan aan de slag. En nu heb je die tijdzones gedefinieerd omdat je 24 uur per dag actief wil kunnen zijn, zeg maar. Ja. Dit is het begin van een veel grotere serie? Ja. Ook 2,5 jaar geleden toen ik hier zat, had ik altijd het idee, Rockstar in Nederland is een beta, een prototype, om eigenlijk doorlopend al onze aannames die we hebben over wat startups nodig hebben in de wereld, om die te testen en om daar een viable business model van te maken. Dat is nu, we verdienen nu geld. En dit is dan het moment om te zeggen, we hebben nu een paar jaar gespeeld met ingrediënten, daar hebben we receptuur van gemaakt. Nu gaan we het menu internationaal uitserveren om het dan bij die beeldspraak te houden. En dan moet je gewoon zoeken op plekken waar dat werkt. En ik merk waar je ook komt, ik ben afgelopen half jaar in Midden-Oosten, China, Zuidoost-Azië geweest, Noord-Amerika, Canada. Overal waar je het verhaal vertelt, resoneert de Rockstar-boodschap. Toch even terug naar mijn allereerste vraag van vanavond. Toen vroeg ik jou, wat onderscheidt jullie nou van al die anderen? Want er zijn er honderden internationaal. Waarom zou jij nou in Manila beter voeten aan de grond kunnen krijgen dan anderen? Rockstar is geen accelerator, dat is het belangrijkste verschil. Rockstar is ook een accelerator en de meeste accelerators in de wereld, Techstars, Startup Bootcamp, Y Combinator, doen acceleration, punt. Ja. Rockstar heeft altijd gezegd, acceleration is nu shit hot. Dat moeten we zeker doen. Er is vraag naar, we kunnen het aanbieden en het helpt startups. Maar het nadeel van een accelerator is dat je, we krijgen over de 500 aanmeldingen voor een accelerator. Dan kunnen we er 10 helpen. Dat betekent dat je er tegen de 500 keer nee zegt. Ja. Ons doel is niet om 10 belangen te verwerven. Ons doel is om zoveel mogelijk startups zo goed mogelijk te helpen. Dus wat we doen met een accelerator is 10 startups doen. En intussen met Rockstar Spaces veel meer startups huisvesten die weliswaar niet een... We even de telefoon opnemen, want Bruno, de volgende gast... Bruno, ben je beneden? Oké, heel goed. Kom maar naar boven. Ik zie je zo. Er zijn veel meer manieren om startups te helpen. Acceleration is er één. En daarom hebben we eigenlijk heel veel andere dingen. Dus Rockstart Impact is een accelerator / academy in Nepal die we net gelanceerd hebben, die echt gericht is op impact investing. Dus echt een heel ander. Dus er wordt ook niet een steek in die bedrijven. Dat kan ook niet als buitenlands bedrijf. Nee, we hadden vorige week nog, voor mij hadden we twee rockstars. Die zaten, die zitten in ieder geval bij jullie in het pand. Geen onderdeel van jullie accelerator. Ja, klopt. Wel door jullie gefaciliteerd qua huisvesting en andere dingen. Maar we zitten hier op de Herengracht, zitten 50 bedrijven uit 25 landen, 200 mensen. En daarvan hebben we denk ik in 15 bedrijven een stake via de accelerator. Dus we kunnen daar al meer bedrijven helpen. Als je Rockstar Answers ziet, hebben we al heel, dus een evenement
kleinschalig evenementje, wat we inmiddels heel vaak hebben gedaan. Daarmee kun je weer startups op een andere manier helpen. Rockstart on Campus, wat ik nu aan het voorbereiden ben, dat is eigenlijk dat wat we doen in een andere blend op universiteitscampus te doen. Zodat, nou, en dat is eigenlijk het antwoord op je vraag. Wat maakt Rockstart anders is dat Rockstart, nou ja, een rot woord, een one-stop shop is voor startups, waarin we eigenlijk alles kunnen aanbieden wat startups nodig hebben. Niet alleen acceleration. Oké, maar dan even terug naar je businessmodel. Ja. Dat zit natuurlijk wel voor een groot gedeelte in die accelerator. Want daar verwerf je je belangen. Nee? Ja, maar kijk, tenzij we elke week een exit zouden hebben, zouden we daar brood van kunnen kopen. Maar je kan natuurlijk niets kopen van een papieren belang wat is gestegen. Hoe verdien je dan je geld? Oké, nou, die accelerator, dat is feitelijk een fonds. We halen geld op bij mensen met geld. Ja. Stop het in een fonds. Ja. En dat fonds stopt geld in die startups. Nou, een deel van dat geld wat er in dat fonds omgaat, wordt een deel van onze kosten meegedekt, zoals iedere accelerator dat doet. Rockstart Spaces verdien je geld aan vierkante meters. Ook al is het niet veel, maar dat is een bedrijf van 500.000. Daar gaat best wel wat in om. Ja, dat is gewoon dat pand huren jullie. We huren het, we verhuren een deel, daar verdienen we een klein beetje aan. Dat is allemaal vrij minimaal, maar uiteindelijk is het samen, levert dat op. Evenementen heb je sponsoring, gewoon een mediaactiviteit zou je kunnen zeggen. Ja. Als je heel veel evenementen doet en je brengt mensen bij elkaar, dan vinden grote bedrijven zoals KPMG het interessant om dat te sponsoren. Ja, binnenkort hebben jullie de hackathon. Bitcoin hackathon bij jullie, geloof ik. Ja, nou ja, dat zijn dat soort evenementen. Nou, daar verdienen ook een beetje aan. Kijk, en startups betalen zo goed als niets voor evenementen. Corporates betalen zoveel mogelijk. Een soort Robin Hood-constructie waarbij we veel verdienen aan de corporates, zodat we het voor de startups zo goedkoop mogelijk kunnen maken. Die corporates komen weer naar ons toe en die zeggen: kunnen jullie ons niet helpen met leren denken als een start-up, want het lukt ons niet met innovatie? Ja. Daar kun je ook weer heel veel geld voor rekenen. Ja, dat is ook weer een businessmodel. En uiteindelijk zijn al die middelen die je hebt ontwikkeld, waar je de kosten een beetje mee kan dekken, is eigenlijk een basis voor licensering. En dat is eigenlijk gewoon wat je in televisie ook kent, gewoon licensing. Daarom heb je die Talpa-man heb je natuurlijk echt graag bij, want die weet natuurlijk alles. Talpa-vrouw. Alles van formats en internationaal uitrollen, et cetera. En zo zit Talpa volgens mij ook fix in de Games for Health, onze Games for Health vrienden verderop. Ook vanuit het idee rechten verzamelen, et cetera. Even kijken hoor. Wanneer is het ideale stadium, vraagt Wouter Veenboer, qua timing, voor een start-up om aan te sluiten bij een accelerator? Kan je te vroeg of te laat zijn? Nou, wij houden zelf aan. Een bedrijf moet jonger dan 1000 dagen zijn, willen wij ze kunnen helpen. Dat is een soort limiet die we ooit hebben gesteld. Niet de mensen die er werken uiteraard, maar de bedrijfsleeftijd moet 2 à 3 jaar zijn. Onze definitie van de start-up is jonger dan 2 à 3 jaar. En dan kunnen wij het meeste waarde toevoegen. Dan zijn de mensen flexibel genoeg om al die aannames die ze hebben, die doorlopend worden gechallenged door ons en onze mentoren, om daar op in te kunnen gaan. Als een bedrijf 5 jaar bestaat, zijn ze vaak te groot of te star of te veel op een pad, en dan is het lastig om ze uit een comfortzone te halen. Dus ik denk dat de ideale tijd is, je moet een team hebben, niet in je eentje, maar liefst 2 à 3 man. Je moet een product hebben of een dienst, het liefst een beta of een prototype, en als het even kan 1 of 2 klanten, zodat je al een heleboel aannames hebt kunnen testen die we vervolgens tot de grond kunnen afbreken om het weer opnieuw op te bouwen. Dat is eigenlijk de grote kunst. En dan ook niet te oud. Ja. Hey, wat heb jij die afgelopen bijna 3 jaar geleerd? Je zei het al, je hebt eerder al 2 bedrijven en dat mooi opgebouwd, et cetera. Maar dat was dat niet altijd, waren niet per se zeg maar start-ups zoals waar je nu mee bezig bent. Wat heb jij geleerd van die start-ups? Ja, ik kom net van een presentatie af die ik eerst in Rotterdam heb gegeven. Ik gebruik de 5 Rockstart mantra's als de lessen die wij van startups leren. Dus de eerste is step forward, start. Gewoon ga beginnen. En nou, een andere mantra is stop talking, start building. En een van de laatste, de 5e is allemaal open deuren als je er helemaal in zit. Maar voor grote bedrijven, zoals ik dat vanmiddag heb gepresenteerd aan de lease branche, is dat allemaal een soort super inzichten, keep up en keep going. Het zijn van die dingen die eigenlijk de hele simpele one-liners om dat wat startups in de praktijk brengen, over te brengen op anderen. Dus wat ik leer is, ja, gewoon beginnen. Stop talking, start building is denk ik voor startups een hele belangrijke. Businessplannen ook niet veel tijd aan besteden. Ga de Lean Canvas invullen van het boek The Lean Startup van Eric Ries. Een soort bijbel voor startups. Ja, ja. En begin. Gewoon wacht niet te lang met de oude hoeren. Ga gewoon beginnen en dingen bouwen. Hey, eerder hadden we het over het klimaat of het vermeende klimaat, maar er zijn natuurlijk altijd mensen geweest in welk klimaat dan ook die met mooie nieuwe initiatieven komen. We spreken hier ook wel eens over onderwijs. Kun je daar iets over vertellen? Worden Nederlanders inmiddels al voldoende opgeleid voor het ondernemerschap? Weet je niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik heb zelf
Ik ben ooit aan journalistiek begonnen en uiteindelijk via een omweg hier in beland. Maar ja, je hebt een soort, ja, een paar dingen nodig, risico durven. Maar ik weet niet of je echt opgeleid kan worden, maar je hoeft ook niet geboren te worden als ondernemer. Maar je moet een paar eigenschappen hebben die niet al te moeilijk voor je zijn, zoals risico, volhouden, nou ja, allemaal open deuren. Maar opleiden voor ondernemerschap ben ik niet. Nee. Hey, eigenlijk voordat je dat Rockstar dit werd, was je eerste plan was, je zou een soort documentaire gaan maken. Ja. Ben je nu inmiddels in de fase dat die alsnog kan gaan komen? Toevallig komt er deze week iemand van de redactie van een documentaire maken, 2 dagen meedraaien om te kijken of dat nou de moeite waard is om een documentaire te maken. Toen wilde ik het zelf doen. Ja. Ik dacht, laat ik eens wat anders doen. Een documentaire, waarom niet? En het was ook een beetje het oude media denken van als ik nou een documentaire heb als grote drager van de boodschap om het evangelie van Rockstar te verspreiden, dan heb ik wat. Alleen ik kreeg die poen gewoon niet bij elkaar. Niet eens 1 euro. Laat staan 7,5 ton die ik dacht nodig te hebben. Nee, ik had er nooit een documentaire gemaakt. Dus dat zie ik dan wel weer. Als ik het geld heb, dan zie ik het wel. Nu zou je kunnen zeggen, er is elke dag is er wel een documentaire te maken als je bij ons rondloopt. Dus ik verwacht wel dat er een keer wat uit gaat komen. Ja. Nee, wat is bij net werd gevraagd, wat vind je de meest interessante start-up die niet bij jullie zit? Laten we even beginnen met, wat is nou echt een ongelooflijk opmerkelijk verhaal? Welk verhaal vertel jij het liefst van de start-ups die je tot nu toe binnen hebt? Bij ons? Ja. Nou, een van de dingen die het meest voorkomt in de publiciteit zijn natuurlijk Peerby en 3D Hubs. Peerby is ook een mooi verhaal, want het is niet alleen omdat het een soort... Nou, vertel even, voor wie het niet weet. Echt het mooie van Peerby, dat heb ik zelf ook geleerd toen ik ze beter leerde kennen. Vertel nog even wat ze doen, het buurt. Oké, Peerby is huren bij de buren, het is eigenlijk lenen bij de buren, maar niet huren. Je leent spullen van de buren. Ik heb vandaag nog mijn ladder uitgeleend via Peerby. Ja. Wat je allemaal al niet kan lenen. En dat is al binnen een half uur ook nog doen. Ja. En dan 300 meter verderop. Ik heb toevallig voor mijn zoon een iPhone 4 op een gegeven moment gehaald om de hoek, omdat hij stuk was en moest opladen, et cetera, voor een reep chocola. En je loopt de volgende dag anders door je eigen buurt, omdat je, daar woont die kerel, enzovoort. Ja. Dus dat effect. En wat ik nou zo relevant vind aan Peerby, is dat hun motivatie was niet om een netwerk met heel veel transacties waar je dan een beetje geld kan verdienen per transactie om daar als businessmodel. Maar ze hebben eigenlijk gezegd, we willen, omdat de oprichter zijn huis is afgebrand, had geen spullen en merkte dat dit eigenlijk veel fijner was om te lenen. En die dynamiek wilde die verder verspreiden. Ja. Dus ik dacht, Peerby gaat daarover. Maar uiteindelijk zeggen zij nu, de lange termijn voor Peerby zou kunnen zijn dat zij met een fabrikant van boren gaan praten en zeggen, ga nou niet 50 inferieure boren maken met heel veel afval, rotzooi en vervuiling voor 1 straat waar 50 mensen een boor willen hebben, maar ga er nou 3 maken goed en ga een systeem verzinnen waarbij mensen dat veel makkelijker van elkaar kunnen lenen en gebruiken. En als zij die intermediary rol gaan vervullen, dan hebben ze een hele relevante rol, want er worden minder spullen gemaakt. Mensen hebben veel meer samenhang in een buurtje en dat vind ik echt super relevant. Ja, toch aan de andere kant is het een platform waarvan heel veel mensen natuurlijk ook zeggen, ze zijn best wel succesvol, groeien hard, maken stappen internationaal. Maar nu noem jij weer een voorbeeld van welk businessmodel ze zouden kunnen gebruiken. We wat ik al een paar eerder mooi vind van Peerby, ze verdienen geen cent. Nee, maar so what? Weet je wel? Ze verdienen geld met prijzen en met investeringen. Want kijk, een start-up is een klein experiment met hele grote risico's op zoek naar een businessmodel wat past. Nou, in dit geval is Peerby een zingend voorbeeld daarvan. Ja. Zij gaan een businessmodel vinden. Dat staat wel vast. Zij hebben iets waarvan iedereen die ermee te maken heeft... Maar het is heel on-Nederlands, hè? In Silicon Valley zegt iedereen dat gewoon eerst bereiken, het businessmodel, dat komt wel. Maar in Nederland is het toch... Ja, Peerby is dus bewijs dat je daarvoor niet in Silicon Valley hoeft te zitten, maar dat het wel degelijk werkt. En Peerby is echt een hyper-Europees product. Want iedereen in het buitenland, ik was met Peerby in China, en dan zegt iedereen, dat werkt hier nooit, want niemand vertrouwt elkaar hier. Maar dat horen ze in ieder land. Het grappige was, dat zei inderdaad Arthur van het Hof, Nederlander in Amerika natuurlijk, zeer actief. Toen hij over dit verhaal hoorde, zei hij eigenlijk precies hetzelfde. Het gaat nooit werken in Amerika, maar als je met Peerby praat, dan zijn namelijk, ik geloof, in New York hebben ze al heel succesvolle dingen die eigenlijk al aan het zijn. Uitgerekend in plaats als New York en California. Trouwens, dat is heel wel, zou het volgens mij nog kunnen werken. En inderdaad, mooi als ik moet er even aan denken, want ze vertelt ook altijd het verhaal dat de gemiddelde boer, die wordt geloof ik 10 minuten. 10 minuten is 13 minuten per jaar is gebruikt. Nou ja, dat is toch snel. Dat is inderdaad. We hebben er allemaal in. Ja, wat ik nog het leukste van Peerby vind, maar we dwalen een beetje af, maar het is wel een heel mooi voorbeeld natuurlijk.
de mensen die over de vloer krijgen. Want ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Laatst was er een gast die vroeg voor een Super 8 filmproject, hoor. Want die speelde in een band en had de drummer, die had allemaal oude films van zijn overleden vader gekregen. En ik zei, dit was zo'n ding, kom maar langs. En toen bleek er geen Super 8, maar 8 mm. Was niet goed. Maar die heeft een uurtje bij me gezeten en een kopje thee. En een prachtig verhaal over zijn band. En dat is een van die subdoelen die wel een soort verstopt zijn. Maar dat is echt sociale samenhang in een omgeving. Helpen creëren. Ja. Nee, klopt. Dat kunnen we inderdaad. Maar goed, prachtig voorbeeld, zo zijn er vele. Maar heb je inmiddels al het andere voorbeeld? Ja, wat buiten jullie speelt? Met Submarine kom ik niet weg. Nee. Voorbeelden, want wij horen alleen maar de dingen die succesvol zijn. Noem maar eens eentje die net binnen is of die dit jaar in het programma zit waarvan je zegt, nou, daar heb je nu misschien nog niet van gehoord, maar let op. In ons huidige programma. Nou ja, er is bijvoorbeeld één club die zat in het programma eerder dit jaar, het Smart Energy programma. Mm-hmm. Er zijn er eigenlijk twee. We Share Solar, hele goede. Die zeggen, ja, plaats is Amsterdam, maar New York is ook zo'n stad. Je hebt veel meer mensen woningen dan daken. Dus je kan niet een dak beleggen met zonnepanelen. Dus als je nou gaat zorgen dat je op publieke gebouwen zonnepanelen op zo'n manier gaat plaatsen en dat, zeg maar, de revenue daarvan weer gaat verdelen. Dan kan iedereen, nou, We Share Solar, dat is het hele idee. Heel leuk bedrijf. Uit diezelfde batch is een bedrijf dat heet Mini Power en die hebben een ander ding blootgelegd. Heel veel windmolens worden, terwijl ze nog in topconditie zijn, afgebroken. Ja, dat las ik omdat de nieuwe goedkoper is, omdat ze gesubsidieerd worden. Ja. Vervolgens wordt die oude op de scrap heap gegooid. Ja, en die gaan zij inzamelen. Nou ja, dat is echt gênant. En dat is hetzelfde als gewoon een hele goede Mercedes die naar Griekenland verdwijnt. En zij, toevallig ook Cyprus, Griekenland, Turkije. Ja. Zij kopen die spullen op, bouwen ze weer elders op en maken daar gewoon hele goede tweedehands, maar topkwaliteit windparken van. Ja, dat vind ik eigenlijk zinvol, goed en bij start-up denken wij heel snel technologie gerelateerd, maar dat hoeft dus niet. Dat is geen technologie, dat is meer een concept, een financieringsconcept. Het andere is gewoon, recycling. Ja. Nee, is niet. Dat is geen voorwaarde. Nee, alleen bij We Share Solar zou je kunnen zeggen, is juist technologie meer het platform om dat mogelijk te maken. Dat mensen daar inschrijven. Het is gewoon e-commerce eigenlijk. Ja. Hey, waar sta je over, als we nou over 2 jaar weer zouden uitnodigen, waar sta je dan? Wat zijn je doelen voor de komende... Ja, alle tijdzones wel een Rockstar Hub hebben. En dan het liefst ook nog, dus zeg maar de dingen die we hier doen, de echte start-up investeren, versnellen, et cetera, op de plekken waar het voor de hand ligt, waar ik net over had, Zuid-Amerika, Europa en Zuidoost-Azië. Maar het liefst ook in heel veel plekken Zuidoost-Azië en Afrika en Azië om Rockstar Impact verder te spreiden. Dus daar gaat weinig geld aan om, daar verdienen ook niet zoveel aan, maar dan kun je heel veel ondernemers verder helpen met de principes die wij hier toepassen op snelgroeiende, weet je wel, innovation-driven, tech-oriented, globally scalable companies. Die kun je daar eigenlijk doen waar het meer impact-oriented is, wel innovation-driven, maar dan locally scalable, waarbij je veel meer ondernemers kan helpen. En dan denk ik dat we goed bezig zijn. Er stond nog één vraag van Herm van der Beek, die zegt, Nederland kent inmiddels veel start-ups, maar op snelle groeiers scoren we matig. Wat is daarvan de oorzaak? En ik neem aan, als je de gemiddelde presentatie op een Singularity University, dan krijgen we alle Ubers, alle Airbnbs, et cetera, krijgen we voor onze kiezen. Hè? Bedrijven die in heel korte tijd heel groot worden. Ja. Deel jij die conclusie? Is het zo dat we op het gebied van snelle groei... Iedereen noemt dit. Iedereen zegt, ik weet niet of dat nou Nederlands is, maar die zegt dan, ja, kijk maar naar Uber en Airbnb. Maar ik hoor ook alleen maar Uber en Airbnb. Hoeveel zijn er nog meer, bedoel je? Facebook en Apple. Nou, Apple is echt al mijn halve leven bezig. Dus dat valt wel mee met die enorme batterij en snelgroei. En zeker als je naar de concentratie kijkt, Silicon Valley met een aantal bedrijven. Zoveel snelle groeiers zijn er niet per se bij. En Booking en TomTom, zijn toch best wel miljardenbedrijven. Die zijn best wel hard gegroeid. En dat zijn er dan slechts 2 in Amsterdam, maar dat zijn wel techbedrijven. Dus, het is bij de buren altijd mooi. Oké, dan sluiten we af met een compliment van Raymond van der Klein. Die vindt dat je een mooi horloge om hebt. Dat komt omdat hij bijna zelf heeft, maar dan iets mooier. Oké. Dat is super, Oscar, bedankt. En wij blijven voorlopig dit programma maken. Dus we hopen jou ook graag weer hier te zien. Hey, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Blijf, als je live nu kijkt, blijf natuurlijk kijken. Zo direct Bruno Felix van Submarine. We danken Streamzilla die het mogelijk maakte dat je nu live meekeek. En kijk via fastmovingtargets.nl of ons YouTube-kanaal voor ons grote archief. Dankjewel, tot zo. Dag.
Zit jij in de buurt? Ben jij ontkomen? Oh ja, nee.